Aangezien Indonesië dit jaar het voorzitterschap van de groep van 20 landen, de G20, zal invullen, heeft het land gisteren het voornemen aangegeven de voorzitter van de CARICOM te zullen uitnodigen voor deelname. Suriname neemt vanaf morgen 1 juli het voorzitterschap van de CARICOM over. En dus mag president Santokki de formele uitnodiging tegemoet zien. Deze informatie verschafte de Indonesische ambassadeur gisteren tijdens een bijzondere bijeenkomst. De Indonesische ambassadeur in Suriname, Julang Pijanto, deelde de prioriteiten van zijn land die tijdens de G20 aan de orde zullen komen. Yes, de G20 is een multilateral forum, een global forum. De member of the G20 is 19 countries, is one European Union, so there are 20 altogether. But apart from that, there is also invitees being invited to the G20 summit. One among other, the invitees is chair of CARICOM that during the Indonesia presidency, the government of Indonesia invited the chair of CARICOM to attend the G20 in Bali in November. Well, certainly we have to make sure that the CARICOM, chair of CARICOM in District of Suriname from July to December, that could participate in the series of meeting of G20. De G20 bestaat uit 19 landen en de Europese Unie. Het is de eerste keer dat Indonesië het voorzitterschap van de G20 zal innemen. De laatste G20-top was in 2021 in Rome, Italië.